Het regent nu buiten natuurlijk, dus we hebben alles lekker naar binnen gedaan. Zodat ze toch kunnen genieten en de mooie kunstwerkjes voor de Pasen kunnen maken. Dus en er is ei zoeken. Dan mogen ze de gevonden ei mogen ze zelf gaan verven. En een eigen lenteschilderij maken. Er wordt geknuffeld met dieren. Dus ja, de kuikentjes zijn een beetje klein. Dus ja. die mogen ze gewoon van genieten. Ja. De kinderen krijgen een tasje mee. Met een leuk knutseltje voor thuis. Ja. Dan kunnen ze een hazenrietje maken. Inclusief een rietje. En natuurlijk, ze krijgen een overheerlijk paaseitje mee. Paaseitje, ja. Nou, dacht ik. Liefde gaat door de maag natuurlijk. Geweldig. Dus, en zo maken we er echt een hele gezellige dag van eigenlijk. Als aanloop naar de Pasen, ja. Zodat met eieren. Met jullie mooie kunstwerken allemaal de Pasen in kunnen, ja. Dus, hartstikke leuk. En het is dus super gezellig op kinderboerderij de Molenwijn. Dankjewel, Pasen. Heel graag gedaan. Tot ziens. Doei. Nou, we staan hier op een heel mooi stukje Sjaloos, op de Kaatsbaan. Een echt historisch plekje, dus wij passen hier prima als vereniging. En wie zijn die wij? Wij is de stichting Historisch Sjaloos. Chris, wat voor gebouw is dit geweest waar jullie nu in zitten? Waar wij nu in zitten, Kaatsbaan nummer 6, dat is een oud postkantoor geweest. Helaas is de brievenbus weg, maar met de verhuurder heb ik afgesproken dat die waarschijnlijk weer terugkomt. Dus dat is ook wel leuk voor de authenticiteit van de straat. Hier hebben we het oude cellencomplex van het oude politiebureau Rotterdam-Zuid. En dat zit gekoppeld aan het oude raadhuis van Sjaarloos. Wat na de annexatie van de gemeente Sjaarloos naar Rotterdam is dat politiebureau Rotterdam-Zuid geworden. Dus dit is echt een hele authentieke locatie. Jullie zaten eerst Offersbocht in de oude apotheek. Ja. Maar ja, dat werd te groot en te duur. En we wilden wat kleiners. En ook met andere dingen erbij. We hebben hier nog wel heel erg leuk een klein kamertje. Wat met oude dingen. En natuurlijk nog wel historische dingen hebben we meegenomen. Maar we zijn heel erg blij dat we hier zitten. Een stuk goedkoper. En ja, in de oude kern is heel erg leuk. Daniela. Onze doelstellingen zijn eigenlijk de historie van Sjaarloos overdragen aan iedereen die daar interesse in heeft. Wij doen rondleidingen, wij doen foto-exposities. De oudheidkamer is dan wat kleiner geworden, maar we hebben nog steeds een leeshoek waar je ook oude boeken van Sjaarloos kan bekijken en lekker op je gemak kan lezen. Als je gewoon langs wil komen voor een praatje en een kopje koffie, ook ben je altijd welkom. Ieder weekend, behalve feestdagen, van 1 tot 5 uur, zaterdag en zondag. Dus, en als ze dus een andere keer willen komen, kunnen ze altijd bellen. En dan kunnen we ze ontvangen als ze dat willen. Okay. Groepen en zo, dat gebeurt heel vaak. Voedsel is natuurlijk om op te eten en niet om weg te gooien. Wij van de stichting Voedsel Plus brengen partijen samen. Wat wij doen is, niemand wil natuurlijk voedsel weggooien, ook hier de Albert Heijn Zuid niet. En alle Albert Heijns in Zuid hebben gezegd, wij willen graag dat jullie ons helpen dat voedsel te doneren aan sociale organisaties bij ons in de buurt. Wij staan heel erg voor goed eten voor iedereen. Met het goed bedoelen we zo duurzaam mogelijk en schijf van 5. Wij zijn heel erg blij met de samenwerking met Hotspot Hutspot. Omdat we op deze manier onze maatschappelijke betrokkenheid in de buurt heel duidelijk gestalte kunnen geven. We doen het uiteraard niet alleen. We kunnen dat ook niet alleen. Wij brengen ze in contact samen met sociale organisaties in de buurt. En wij verbinden ze en zorgen dat het proces op gang komt.
Wij zijn gek op het gebruiken van reststromen. We zijn creatief genoeg om daar goed mee om te gaan. En iedere verspilling die we tegen kunnen houden en mensen van goed eten kunnen voorzien, ja, die grijpen we graag aan. Wat voor ons ook heel erg belangrijk is, dat onze medewerkers hier ook direct bij betrokken zijn. Die komen veelal uit de buurt en zijn ook getuigen van hoe wij op deze manier zeg maar, de buurt een klein beetje beter kunnen maken. Vanavond eruit, direct ingevroren, mee de volgende dag met Hotspot Hutspot. Het systeem werkt als volgt. Aan het eind van de dag prijzen wij alles af. Voor de volgende dag en alle codes die dreigen af te lopen, die halen we uit het schap en worden direct ingevroren en gaan mee met Hotspot Hutspot. Er is met veel moeite voor een dier gezorgd dat uiteindelijk naar de slacht gaat. En dan is het zonde als die aan het eind van de rit alsnog in de prullenbak belandt. Dus daarom vullen we dat graag in. Dus alle restproduct sorteren wij weer uit op locatie. We hebben een grote vriescel en waar we dan veel van hebben, daar gaan we mee aan de slag. Kom lekker naar Heiplaat toe. Daar zijn we op donderdag en vrijdag open. Tussen 6:30 en 7:30 kan je binnenlopen. En dan heb je een 3-gangen-minuutje voor 8 euro. Ook als je geen geld hebt, ben je bij ons welkom. Vraag om een uitgesteld etentje en je eet voor niks.